bij jullie gekomen door mijn zoons. Die kennen jullie en die weten wat jullie doen. En die zagen mij struikelen met mijn arm. En die zeiden, je moet gewoon naar hun toe. Zij helpen je. Ik kon mijn arm bijna niet meer omhoog doen. Bijna niet meer naar achter doen. Het was heel geleidelijk begonnen met één plekje hier. Waarvan ik dacht, van, ah, dat doe ik pijn met een jas aantrekken of zo. Maar dat werd steeds erger. En als ik deo onder mijn arm wilde spuiten, moest ik de wasbak vastpakken en bukken en dan kon ik spuiten. Sommige kleding kreeg ik niet meer goed uit. Het was gewoon heel vervelend. Nu kan ik eigenlijk alles weer. Ik kan mijn arm omhoog doen, naar beneden doen, naar achter doen. Ik heb helemaal geen pijn meer. Nee. Eigenlijk vanaf het begin werd ik aan het werk gezet. En ik weet wel dat ik dan... dingen met mijn benen moest doen en lopen en met elastieken. Maar terwijl ik dan met mijn benen bezig was, was ik ook meteen met mijn arm bezig. Ja, ik vind het zalig dat ik gewoon begeleid word. Ja, sowieso vind ik dat echt veel fijner dan naar een sportschool gaan. Want dan voel ik me heel verloren en heel ongelukkig. Dat heb ik ooit wel eens een maand gedaan. Maar jullie blijven mij begeleiden. Jullie blijven erop letten hoe ik loop, hoe mijn houding is, of ik... mijn schouders goed zet. Ik denk dat ik heel veel met balans leer. Dus daar pik ik heel veel van op.